Maar eerst moeten we Erik van Looy even bijstaan, want hij heeft vanavond de gigantische première. De grootste première ooit in ons land van zijn nieuwe meesterwerk, De Premier. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent iets te snel binnengekomen, want we hebben wat voorzien voor jou. Ja. Dus ik stel voor dat je gewoon even terug in de deur gaat staan. Allee, we gaan een soort van kleine première organiseren voor jou hier. Ik heb echt van alles voorzien. Dus ga maar in de deur gaan staan. Heidi, lichten, check. Oké, rook. Zorg je voor extra rook. Wat bijroken. Dus lichten, wat bijroken. En hier gaan we. Dames en heren, hier is hij dan. De enige echte regisseur van De Premier, Erik van Looy. Prachtig, goed gedaan. Mooi, ik heb fotografen hierbij. En er is veel volk aanwezig. Echt prachtig, prachtig. Welkom, welkom, welkom. Oh, heerlijk. Zo, Erik, hoe voelt dat? Wel, ik ga de première voor vanavond annuleren, want dat kan je nooit niet boven gaan. Nee, heel ongelooflijk. Hoogtepunt hebben we al gelegd vanmorgen. Ja, op een bepaalde manier. Is dat ook echt zo met van die showmuziek zoals dit, zo'n première? Gebeurt dat nog? Deze muziek, die heb ik gisteren gekozen. Dat is raar, hoe wist jullie? Ja. Heel erg mooi. Zeg, je bent wel wat van plan vanavond. Het is echt de grootste première dat we in België ooit hebben meegemaakt van een film. Ja, 270 vierkante kilometer rode loop. Nee, vierkante kilometer, dat kan niet. Dat is minstens wel zoveel als de files in België. Nee, maar het is verlaat heel veel. Er komen ook 10.000 mensen. Ze hebben heel het Kinepolis-complex in Antwerpen. 24 zalen hebben ze uitverkocht. En er zullen ook wel wat genodigden zijn. Er zullen ook wat mensen als achterdeur binnenkomen. Wat ik vroeger soms deed in de cinema. Het zal boeiend worden. Het is al even geleden wel dat er nog eens een première van een film van jou geweest is. Ja. Er is er wel één geweest in Amerika. Ja. En de laatste was de originele Loft, en dat is 2008. Ik werk altijd 7 of 8 jaar aan mijn films. Ik heb mensen die geniaal zijn en die elk jaar een goede film kunnen maken. Ik ben niet geniaal. Heeft dat tijd nodig. Maar ben je dan nu zenuwachtig daarvoor? Nee, eigenlijk niet. Nee. Omdat er zijn wat testscreenings geweest. Ik ben gisteren ook op een aantal nog avant-premières van die Ladies Night. Ja. Met alleen maar vrouwen. Daar was hem ook bij, vrouwen. Ladies Night. Ja, dat was zo grappig. Er was één zaal met 600 vrouwen en Robbe de Hert. En niet verkleed als vrouw. Er werd enorm enthousiast gereageerd. Dus ik heb een beetje vertrouwen. Ik heb veel vertrouwen in de film en ik denk dat het wel goed zal komen. In de film maar op zo'n van die premières stellen ze ook altijd vragen aan de acteurs die meespelen. Ja. En dingen over jou kunnen zeggen ook. Ik weet niet. Heb je dat gedaan of? Nee, we hebben dat gelukkig niet gedaan. Ja. Die zijn allemaal. Dat is een aparte beleefd vergoeding in dat contract. Dat die weten dat die niet mogen zeggen dat ik bijvoorbeeld zonder onderbroek regisseer en zo. Dat is jammer. Ja. Goed. De premier, het wordt wel weer een echte donkere film. Als ik zo de trailer zie. Het ziet er heel Amerikaans uit. Ja, is dat goed? Ik vind, absoluut. Dat betekent internationaal. Ja, als het Amerikaans is, in de zin van het is snel en het is dynamisch verteld, en dan is het inderdaad Amerikaans. Maar voor de rest, het heeft heel veel scherpe Belgische randjes ook. Mm-hmm. En Koen de Bouw, die spreekt Vlaams, hè. Ja. Dat is Belgisch. Nee, het is zo, het is het soort film dat ik graag zie. Ik ga graag zien en ik laat mij graag overrijden door 10 camions in een cinema. Zo is zo'n film die over u heen komt en heel veel verrassingen en buiten komen en denk van overweldigd worden. En dat is denk ik wat ik probeer met deze film. Ja, ben je trouwens iemand die dan ook op de première een champagne drinkt? Kan ik ook nog verzorgen. Voilà, champagne. Dat is misschien wat vroeg nu. Moeten we een koffie, cola? Wat kunnen we nu doen? Wel, ik heb al 2 gin tonics op. Nee, is niet waar. Nee, ik kan vandaag niet drinken, want ik heb 50 jaar geen alcohol gedronken in mijn leven. En dan heb ik ontdekt dat belachelijk was om dat niet te doen, omdat dat heel leuk is. Maar vanavond ga ik toch oppassen, omdat er is zoveel pers. Ja. En je wilt dat niet meemaken. Dan ga je ook niet dansen achteraf. Nee, maar dat doe ik sowieso niet. Dat kunnen de andere mensen niet aandoen. Nee. Mijn gevoel voor ritme, ik dan zeg, dat kunnen niet. Dat... Heb je al eens een olifant zien dansen? Nee. Nee, oké. Okay. Wel, dat is mooier dan ik. Goed, ik ging anders nog ook wat oefenen voor de afterparty, maar dat zullen we dan op ons eigen wel doen. Ik wens je heel veel plezier vanavond en heel veel succes met de film. Merci om tot hier te komen. Harry, rook. Ja, rook alstublieft. Voilà. Erik van Looy, merci. Een goed plaatje voor een afterparty is Bruno Mars, een nieuwe. Sam en Heidi. Q. Make us Q.